Yo mensen, yo. Welkom bij een nieuwe FIFA of PES video bedoel ik. We gaan spelen met jullie. Eredivisie, dan gaan we met jullie spelen. Twente Utrecht. Ja, Twente Utrecht. Gaan we met jullie spelen. Tenue. Ah, hij staat op wit. Wit. Ja, hier wit. Gaan we spelen Twente Utrecht. Aftrap. Gaan we spelen Twente Utrecht. Lijkt als Dick Advocaat nog een jaar lang moet blijven bij Feyenoord. En als ze niet doorgaat kijken, dan moet Feyenoord gewoon halen. Marie Stijn niet vrezen, want die heeft te weinig ervaring. Arno Vermeulen, wat lieg jij. Vrezen is nooit een optie voor Feyenoord. Als Gees dan toch naar Feyenoord gaat, is Feyenoord echt dom bezig. Gaat gewoon een trainer geen kwaliteit aanstellen. Maar kijk eens, daar ben ik weer. Oh, kijk eens, hij staat een beetje... Ja, vind je ook niet? Ik zeg hem. Kijk, zo is hij goed. We gaan spelen Twente Utrecht met jullie. We gaan spelen Twente Utrecht. Hij zit erna! Oh ja, ja, ja! Hij gaat. Gaat Babek. Oh. Oh ja. De. Het was Pasen. Kijk eens, ik stop er een beetje. Ik dacht dat ik hiermee moest schieten, maar dat was fout. Hier die bal! Kom op, pak die bal! Lijkt ook als met mee bent, dat advocaat daar langer moet blijven. Lijkt wat jullie willen. Nieuwe trainer of advocaat? Lekker advocaat gewoon houden, kijk eens nog een jaar. Is goed voor de club. Van overeen. Godverdomme. Die gaat schieten. Oei! Oh ja, ja, ja! Kijk, zo hangt het goed. Het is vandaag 24 maart, vandaag 4 jaar geleden, de sterfdag van Cruijff. Ja, ja. Kijk eens, ik heb een verrassing voor jullie. Ik ga hierna nog een potje spelen met jullie. Lijkt als ik gewoon 2 potjes moet spelen. Ja, dat is beter. Hier die bal. Gavri. En Dennis Haar die geeft aanwijzingen aan Utrecht. Dennis Haar is ontevreden over Utrecht op dit moment. No way. No! Dat is een penalty? Kus is penalty. Oh my god! Geel! Is mogelijk! Kut, dat is penalty. Alsjeblieft, houd deze tegen. Ik ga deze tegenhouden. Geloof me maar. Oké. Die gaat daar schieten. Oh! Ik heb hem! Kanker, groene dijk. Ik heb hem, ik hou hem tegen. Je zie je wel, kijk eens wat ik gelijk had. Ik kan gewoon makkelijk die penalty tegenhouden, gewoon makkelijk. Dat lukt me eenvoudig. Daar gaat van de streek. Gaat van de streek. Ja! Kijk, ze ben ik, er staan nog steeds 0-2 voor. Hij zit erna! Wat het is. Ja, het is erna! Iedereen, uit van Borna! Gaat de bal. Oh, dat doei! Wat een kans voor de ploeg van Dennis Haar. En Utrecht met de grote kans op de 0-2. Maar Utrecht mist. Ja, hij. Hij. Ziet het somber in, Dennis Haar. De succescoach van FC Utrecht. No. Oh, wat een redding, keeper. Dat was close. Goeie redding, keeper. Die had een bal. Goeie redding, keeper. Oh, wat een redding. Van die keeper. Hier. Bazoer voor de 0-2. Bazoer. Ja, oei. Hoppa, 0-2. La, van overheen.
Wat een goal! 0-2! De bam! Yeah! 0-2 voor FC Utrecht. Zo! Gil! Roderick! Zo dat geschreeuw kijken, dat was zo hard. Ik ga de keihard tegen schreeuwen gewoon. Zo! Kijk eens in de paal! Kijk eens, en dan zie ik jullie bij het 0-3! Kijk eens, 0-3! De bam! Op de lat kijken, zag je die bal? Ken en herhaal ik 0-3. Hoppa. Hier kijk, op de fucking lat. Hier kijk. Hier. Op de lat. Oh, weer de lat. En toen komt die bal erin. 0-3. Een van de mooiste goals ooit. 0-3. Ja hoor. 0-4. Wat gebeurt hier met Twente? Schuim je kapot. Gosola, rot op. Rust, kijk eens, er staat 0-4 voor FC Utrecht. Voor FC Utrecht! Oh ja, ja, ja! Tweede kijkers van FC Utrecht tegen AZ. 0-4, ja, en hij weet het niet meer. Garcia, hij weet niet meer hoe hij het weer aan de praat krijgt. Vorige keer werd er wel 2 nog ongediept van AZ. Willem Jongens gaat schieten. Corner voor de mannen van Dennis Haar. En ook een dik verdiende voorsprong op 0-4. Jappa! 0-5! Van der Steek! 0-5, een hat-trick van Sander van der Steek! 0-5, ja, Twente supporters gaan nu kapot. Daar ben ik weer. 0-5 met jullie. Twente supporters gingen schaam je kapot. Werken voor je kanker. Werken voor... Heb ik nou gestoord? Oh nee, valse lachen kijken, dus ik word niet gestoord. Ja, het zei ik vaak in mijn GTA-video's, van word ik gestoord. Godverdomme. Hé, maar zo kan het. Kijk eens, 0-5 nog steeds voor de mannen van Dennis Haar. Dennis Haar is trainer van FC Utrecht. Gaat Gavorie. Voor de 0-6. Ojojoj. 0-5 voor de Utrechtse club. Ja, en dit is een beschermend nederlaag, zegt Garcia. Dit is natuurlijk heel erg. Om er zo af te gaan. Kikker onder mij door. Ja. Niks aan de hand, kijkers. Geen Rutte was met de bal. Was 100% op de bal. Emmanuelsson. Godverdomme. Kijk eens, de volgende keer ga ik er knuffels mee pakken met jullie. En... Oh, doei, bijna tegen goal. Ga wisselen. Van Overheem gaat eruit. Bij FC Utrecht. Moet het zo, hè? Ja, zo is beter. En dan ga ik zo schieten. En vorige keer bij PSV Utrecht maakte ik die fouten. Waardoor het 4-3 werd. Dat was de landing verloren. Gustafsson. Shoots. 0-5. Voor FC Utrecht. Voor FC Utrecht! Lijkt als ze van de bronnen ontslag moet indienen bij Utrecht. Of Dennis Haas, die trainer van Utrecht. Van de bronnen is ze clubloos, werkeloos. Gustafsson. Dik advocaat. Lijkt als die moet blijven bij
Blijf het bij Feyenoord. Oh, wat een goal! 0-6! 0-6! Voor FC Utrecht. Ja, en Twente gaat naar Duitsland. Ze hebben dit nog nooit meegemaakt. 0-6. Schaam je kapot. Werken voor je kanker geld. Zien ze? Ja. Kijk eens, gelukkig dat ik die penalty tegen, anders had ik nu 1-0 achter gestaan. Of had ik nu 1-6 gestaan. Dat was wel terecht, kijk eens. Dat ik die penalty stopte. Oh, die gaat scoren. Geloof me, die gaat scoren. Strieder. Godverdomme. Kijk, daar ben ik weer. Utrecht gaat aan de bal tegen FC Twente. Tegen de Tukkers, maar ja, krijgt die bal niet. Dennis Haan is tevreden over FC Utrecht. Hoe FC Utrecht speelde vandaag tegen FC Twente. Maar kijk eens, dan kan Utrecht toch in het wit besparten, maar dan doe je gewoon zwarte sokken. Doe je witte broek en zwarte sokken, kijk eens. Willem Jansen. Maakt het nog erger? Ja hoor, 0-7! Voor Twente een beschamende nederlaag, 0-7. Ja, en hij zit zich dood te schamen. Garcia. Een vernedering voor de Tukkers. Dit hebben ze nog nooit meegemaakt, dit is verschrikkelijk. En weer houdt de 0, kijk eens, prima. Derde keer de 0 gaan we in 4 wedstrijden. Zo! Als hij niet gaat in. Kijk eens, Scheids mag nog één keer schieten. Misschien nog één keer schieten. Oh, jammer. Vlijt normaal. 0-0-7. Kijk eens, een pak vlaag voor Twente. Later zie je jullie dadelijk weer bij de volgende.